Maak het kapot. Dat lijkt alsof een ei kapot ging. What the fuck? Blauw? Hallo jongens, meisjes van Tolkeres Gamer. Iets wat ik nog nooit echt heb geüpload zijn slime video's. Dus als jullie het leuk lijkt dat ik even een keer ga kloten met slime samen met mijn zusje of zo, want dat lijkt me best wel grappig. Druk dan op dat duimpje omhoog en abonneer natuurlijk op mijn YouTube kanaal. Want dan kan ik het binnenkort doen. Maar voor vandaag, wat ik op YouTube heb gezien, er zijn een soort van ballonnen slime dingen. En wat je dat doet is, jij maakt de ballon kapot en dan komt er allemaal rare soorten slime uit. Dus ik dacht, what the fuck? Moet ik zien, je bent toch wel grappig en jullie moeten ook zien, we moeten samen kijken. Ik weet niet wat dat was, opeens kreeg ik een raar accent, terwijl ik echt heel verkaasd praat. Ik ben verkaasd voor de mensen die niet weten. Turks, maar ik ben zeg maar verkaasd Turk. Voor de mensen die niet weten wat verkaasd is, dat betekent dat ik heel veel Nederlands vrienden heb en door de tijd heen echt gewoon Nederlands ben gaan praten. In plaats van, je weet toch, die is gewoon weggegaan, automatisch. Die had ik wel op de basisschool trouwens, maar die is nu weggegaan, dus... Ik weet niet waarom ik dit jullie allemaal vertel. Dit is het probleem met mij. Ik weet niet eens waarom ik nog steeds praat. Ik wil gewoon eigenlijk nu reageren, maar ik praat nog steeds. Oké, ik ga reageren nu. Laten we het bekijken. Oh, wat de hel? Dit ziet er heel verkeerd uit trouwens. Wat de hel? Oké, dit ziet er echt uit alsof je een puist aan het uitknijpen bent en een fucking pus uitkomt ofzo. What the fuck? Voor de mensen die aan het puberen zijn, jullie snappen wat ik bedoel. Ik heb het gelukkig gehad. Nou, ik had laatst nog fucking puisten op mijn hoofd, man. Zo random. Ik zweer, ik ben 18, besef, ik ben nog steeds gewoon gekke dingen. Mijn lichaam doet nog steeds gekke dingen, weet je? De hormones flippen. In ieder geval, oh, kijk, dit ziet er al wat meer uit als slijm. Je gaat het gewoon mengen ofzo. Oh, wat is dit? Nog een ballon. Een blauwe of nou, is het paars? Weet ik veel, paars ballon. Ik weet niet eens of ik kleuren heb, maar ik heb echt gewoon scheid. Wat is dit? Hè? Er komt een soort van scheerschuim of zo uit. Oh nee. Oh, en dan wordt het gewoon harder en wordt het slime en shit. I don't know. Of het ziet eruit als cake. Dit is zoiets dat ik gewoon zou weer opeten, weet je wel. Ik weet niet waarom, maar misschien heb ik honger. Ik heb honger. Ik heb nog niet gegeten vandaag. Ik heb denk ik honger. Dus eigenlijk ga ik deze hele video lang alles willen opeten. Dus sorry daarvoor. Ik zeg het nu alvast. In ieder geval, dit is niet eens leuk om te kijken. Skip. Oh, wacht, jawel. Hij gaat natuurlijk gewoon alles even versnellen. Want hij gaat nu echt die slime maken. Want je moet blijkbaar... Oké, blijkbaar niet. Fuck it. Wat is dit? Kijk, dit ziet er weer uit als fucking een puist uitknijpen. Zo, hoppa. Oké, maar dit ziet er trouwens wel heel glad uit. Dit ziet er wel echt uit alsof het, zeg maar... Het lijkt goed, in ieder geval. Het lijkt inderdaad goed. Maar wat ze doen, is ze doen meerdere ballonnen, maken ze kapot. En dan gaan ze dat denk ik met elkaar mengen om echt slijm te maken of zo. Ik weet niet waar je die ballonnen kan krijgen trouwens. Ik heb geen flauw idee. Alleen in ieder geval, enige wat ik weet is dat ze dit wel doen. En hij doet het, ze doet het gewoon met een lepel. Ik weet niet of het een hij of zij is. Ik denk dat zij, wat meisjes, houden meer van slijm dan jongens. Of nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen flauw idee. Dat is gewoon echt zo'n vooroordeel die ik in mijn hoofd heb. Wat is dit? Sprinkeltjes. Kijk, dat is het waarschijnlijk niet, maar je weet toch, als je ooit ijs wilt, gewoon vanille ijs, ik hou van vanille ijs, en dan wil je altijd van die sprinkeltjes erop, weet je, en dat vind ik echt beast mode. Ik heb dat trouwens echt heel lang niet gehad, omdat ik nooit zo'n ijskoman zie, weet je. Ken jullie dat wel, zo'n ijskoman, dat geluid maken, en dan ren je gewoon fucking hard naar buiten om dat te kopen? Nee? Dan heb je geen jeugd gehad. Oké, we gaan door met de video. Oké, ik zie, dit ziet eruit als ijs. Dit ziet er echt uit als vanille ijs met sprinkeltjes. En ik zeg toch jongens, ik heb niet gegeten vandaag. Ik heb zoveel honger. Ik ga alles vergelijken met eten. Dat is wat ik ga doen. Ik ga gewoon alles vergelijken met eten. Glue. Maak het kapot. Dat lijkt alsof een ei kapot ging. What the fuck? Blauw? Oh, dat is wel cool. Oh shit, wat was dat dan? Ik weet niet wat er gebeurt hier. Nu moet je... Oh, hey, sorry, deze slime wordt fucking beast volgens mij. Iets in me zegt dat deze slime echt gewoon goed wordt. Tenminste, dat hoop ik. Oh, ja. Lekker. Besef dat als je dat in je mond zou doen, dat je gewoon doodgaat of zo. Zo fucked up is dat. Ik weet niet wat voor stof daar in me zit. Oh, weet je, sprinkeltjes erop, de standaard shit. Komt allemaal natuurlijk uit een ballon. En op de ballon is ook gewoon letterlijk met stift gewoon getekend van... Hey, dit is dat en dit is dit. Dit zijn voor de hardcore mensen die slime doen. Ik weet niet, maken jullie zelf slime thuis? En als jullie dat wel doen, jullie moeten mij leren hoe je dat doet. Want anders moet ik weer te veel op YouTube zoeken en zo. Nee, weet je, zet maar in de reacties. Dit is wat je doet, Tolga. Tolga, je pakt dit, je doet... Oh, wacht, dit ziet er fucking nice uit trouwens. What the fuck? Oh, oh. Kijk, ik zeg toch. Slime video's kijken en slime doen, dat is gewoon echt chill. Je wordt er gewoon zo chill van omdat je dat zo graag wilt doen. Maar nu ben ik gewoon gefrustreerd omdat ik het wil doen. En niet kan doen, omdat ik het niet heb. Dus dat is jammer, ik moet maken. Oh, wat is dit? Oh, what the fuck weer. Het leek wel echt op een ei die eruit gaat, joh. Zet meteen boter erbij, joh. Hoppa, boter. Fucking sucuk voor de Turken. Je moet alles sucuk. Dat is mijn favoriet. Voor de mensen die niet Turk zijn, laat het zitten. Wat de hel is dit? Hey man. Dit is zo fucking raar. Waarom kijk ik? Wat? Dat lijkt alsof je moet pissen. Dat leek echt op pis. Ik zeg eerlijk, dat leek gewoon pis op. Oké, weet je. Klaar. Genoeg gereageerd. Klaar. Jongens, bedankt voor het kijken in deze video. Dan zie ik jullie ooit.